Oké, voor de aan de hand van de buren zijn buiten hoor ik. Daar zit een hondje. Maar ik ga snel even, dus de kabinet is ondertussen 2 weken of zo denk ik terug. Nee, het zal, ja, nee, 2 weken. En we zijn net naar IKEA geweest en er staat nogal, zat het een en het ander in. Maar wat er ook in staat en wat ik wil laten zien zijn die twee stoelen. Dus hij is, ja, ik ben dit nu de zondag aan het filmen en de bedoeling is dat ik het ten laatste morgen, de maandag, dus online zet. We zullen zien als dat lukt. Maar eigenlijk, ik kwam net eens terug van Mace Mobility Center, waar dan ze de achterste stoelen hebben geïnstalleerd. En ik had, als ik hem afgezet heb, heb ik dat blad dat je daar ziet, heb ik erachter opgehangen en ik heb ook de uitleg gegeven. Om te laten zien waar dat eigenlijk de stoelen moesten komen bij de installatie. Ik ga even zo daar gaan, dan kun je het beter zien. Dus dat is eigenlijk een Fiat Ducato personenvervoer. De blueprint daarvan. En dan zie je dat ik met... hier, dus dat zijn de voorste stoelen natuurlijk. En dan heb ik die stoelen hier gemarkeerd. Dat is hier inkom. Allee, dus de schuifdeur eigenlijk. Die schuifdeur. Dus daarvoor is dat handig dat er hier... Waar ruimte vrij is, dat je makkelijk kunt instappen. En dan dat is een hangpad. Maar ik heb enkel die drie stoelen nodig. De installatie is gebeurd. En ik had al uitgelegd dat het nogal moeilijk verliep allemaal. Maar uiteindelijk is ze midden september is ze binnen geweest. Met de bedoeling van een week daar voor de ombouw en dan terug. Maar die ene week werd al snel 3 weken. En er werd mij niks gecommuniceerd. Na die 3 weken heb ik er zelf... Wat achter beginnen zitten en zelf contact opgenomen om te zien wat dat eigenlijk de status was van de verbouwingswerken of van de plaatsing van de achterzetels. En uiteindelijk kwam het erop neer dat hij daar klaar stond, maar dat hij nog niet opgeleverd werd omdat ze maar 2 stoelen hadden, terwijl dat ik 3 stoelen besteld had. Ja, de stoelen zelf, dus ik heb af fabriek heb ik die, dat is een soort grijs. En ze hebben dus hun best gedaan. Om ook een matchende grijze afwerking te voorzien. Dus je ziet, ja, dat is grijs, dat is moeilijk te zien op de video, denk ik. Maar het is wel allemaal stof, terwijl daar heb je kunstleer. Het is geen perfecte match. Dan het voornaamste wat ze gedaan hebben, is dus, ze hebben die vloer geplaatst. En je ziet hier, wacht, dat kan ik daar eigenlijk beter laten zien. Ik heb daar meer licht. Bij de opstap zie je eigenlijk ook. Ze hebben daar een aluminium profiel op gezet. Dus je ziet niet meer wat de samenstelling ervan is. Maar als je goed kijkt, zie je dat ze begonnen zijn met het plaatsen van een isolerende, dus dat soort mousse, isolerende mousse. En dan zou daar een multiplex, watervaste multiplexplaat moeten opliggen. En dan dit is de vinylafwerking. En dan de randen hebben ze met die aluminium profiels afgewerkt. Dus je hebt een bepaalde hoogte hier. Dus dat is mijn vinger, de referentie. Je hebt een bepaalde hoogte dat je verliest qua vloer. Nu, dat wist ik op voorhand. Ik veronderstel dat ze normaal gezien de randen allemaal dichtkitten. In mijn geval hebben ze, zoals je hier ziet, hebben ze dichtkitten daar gestopt. Omdat ik hier met die moesten zit en daar kan geen kit op geplaatst worden. Dus hier is er niet gekit en als je dan daar verder gaat, is er hier ook niet meer gekit. Omdat ik hier die afwerking heb. Maar ik ga zelf die afwerking afsnijden op die hoogte en daar dan ook kit plaatsen. Want ik denk dat het interessanter is dat het allemaal dichtgekit is. Hier zie je dat hout trouwens. De multiplexplaten, watervaste multiplexplaten waar ze van spraken. En daar aan de deur dan is het wel weer gekit. Dus je ziet dat ze zoveel mogelijk, op zoveel mogelijk plaatsen gekit hebben. Maar waarschijnlijk wilden ze het risico niet nemen van dat hier te kitten terwijl dat niet nodig was. En daar bijvoorbeeld op die rand is het ook allemaal dichtgekit. Daar is de kit goed lopen. Dan de stoelen zelf. Zie je dat er in de vloer... Dit niet, dit is van IKEA. Maar je ziet dus dat ze hier die aluminium profielen hebben. Als afwerking, dat ligt bovenop. De vloerplaat en hier is opnieuw kit. En dan, dit zijn de rails van, waar dan de stoelen in haken. Zo zijn er twee. Die van voor. Zo zie je de twee. Die van voor naar achter lopen. Nu natuurlijk afhankelijk van hoeveel stoelen dat je wil. Maak je dat zo lang als je wilt. Ik heb die lengte genomen omdat ik dan 2 stoelen achter elkaar kan plaatsen. Ik zal in totaal 3 stoelen hebben waarmee ik wat mijn configuratie kan kiezen.
De stoelen hebben dus één centrale poot. En je kan, ik heb ook al, ze hebben mij al uitgelegd, dat je de stoel dus op die poot in die richting wat kunt verschuiven. Waardoor je eigenlijk, als je hier te veel ruimte tussen zou hebben, kun je dat eigenlijk gemakkelijk opvangen door die stoel nog een klein beetje op die poot te gaan verschuiven. Ja, de plastic zit er nog rond. Ik ga zo meteen uitleggen waarom. Dan het systeem hier, ja, om die stoel te verplaatsen eigenlijk. Hier zit een pin. De bedoeling is dat je dat naar beneden duwt. Waarna dat je die pin achteruit kan trekken. Zo. En dan zit dat los. Dan kan dat naar boven. En nu is de stoel eigenlijk ontgrendeld. Dus van het moment dat dat naar boven staat, de stoel ontgrendeld, dan kun je die zo vooruit en achteruit verschuiven. En dan als je hem terug vastzet, moet je dat naar beneden duwen. En dan zie je dat hij, ofwel als hij hier juist verkeerd tussen zit, gaat hij hem niet naar beneden kunnen duwen. Maar nu is hij een klein beetje versprongen, is hij op het juiste punt gekomen. En dan moet je dat gewoon naar beneden duwen. En dan schiet die pin hier daar terug in. Als vergrendeling. Voor de rest zijn die stoelen, ja. Dus die stof en afwerking heb je gezien. En er zit op elke stoel ook een gordel natuurlijk. Nu, er is één probleem. Je kunt het daar een klein beetje zien. Maar als je goed kijkt, zie je daar over heel de vloer een oneffenheid. En dat is eigenlijk omdat er onder die vinyl zit er multiplexplaat, maar er zitten dus twee platen. En ze zitten duidelijk niet gelijk, waardoor dat hier een groot niveauverschil zit. Ik heb hem gevraagd om dat recht te zetten, dus ik heb de factuur nog niet betaald, zolang het dan niet recht gezet is. Ik zou toch graag hebben dat... Het is niet goedkoop, die vloer. En die zetels, ik zou wel graag hebben dat het op zijn minst goed geplaatst is. Als ik hem zelf gevloerd had, dus met OSB-platen, heel eenvoudige OSB-platen van 60, dus verschillende platen, dan had ik dat probleem niet. Dus ik weet dat ondergrond effen is, dat het zeker mogelijk is om een effen vloer te plaatsen. Dus daarvoor gaat hem nog terug. En daarom heb ik die plastic er ook op gelaten, omdat ik hem maandag terugbreng, zodat ze die fout kunnen rechtzetten. Ik had een over die fout had ik een gemaild en ik heb daar een week later nog geen antwoord op gehad. Dus ik heb het ook aangetekend verstuurd en ik heb contact opgenomen, telefonisch opnieuw. En dan zeiden ze direct, ja oké, dat zal waarschijnlijk hem gezet hebben tijdens het rijden. En ze gingen het nakijken en ze gingen het rechtzetten, dat probleem. Nou even buiten misschien. Kan, ik weet niet of dat zichtbaar gaat zijn. Even onder de auto proberen kijken. Om een idee te geven van wat dan ze onderin allemaal uitgestoken hebben. Dus als je goed kijkt, wacht hier. Als ik hier even de camera hou, dan zie je dus die zwarte vlekken zijn punten waar dan ze met schroeven doorheen de vloer geboord of geschroefd hebben. Zelf tappende schroeven waarschijnlijk. En dan met dat zwarte product hebben ze dat roestwerend gemaakt. Veronderstel, aangezien dat er zoveel zijn, op zoveel vlakken vastgeschroefd is. Denk je dat dat voor het vastmaken van de ondervloer is, dus van de OSB-platen eigenlijk. En dan zie je ook hier, dus dat zijn die zwarte vlekken, hè, waar ik van sprak. En dan zie je hier ook die zwarte beugels, of U-profielen, metalen U-profielen. En dat is volgens mij hoe dat de rails waar dan de stoelen op bevestigd zijn, hoe dan die rails in de vloer bevestigd zijn. Dus dat is met de bouten in plaats van schroeven, dus dat is stevig. En daar van voor, ja, zijn nu niet zichtbaar, maar daar van voor, ongeveer de lengte van die profielen van voor, zitten er dan ook weer van die U-profielen die dan in de vloer vasthouden. Oké, ik heb hem snel nog volledig leeggemaakt, dat je wat een beter zicht krijgt hoe dat er allemaal uitziet. Dus op zich, ja, ik weet dat ik veel loop te zagen over mees, over wat dat mij allemaal niet aanstaat. Ik denk sowieso het grootste probleem is de communicatie bij hen, zeg. Maar er zijn ook veel dingen wel in orde. De zetels bijvoorbeeld, nu dat koopt natuurlijk gewoon in. De rails zijn ook in orde, het systeem om de zetels op de rails te plaatsen. En dan ik had vooropgesteld dat de zetels voldoende opzij moesten geplaatst zijn, omdat hier nog een keukenblok komt. Ik heb ook de deuren opengezet, dat je een beetje meer licht hebt. Maar dus je moet rekenen, ze kunnen als het nodig is, kijk je hebt nog wat ruimte daar, dus ze kunnen nog een beetje opzij via dat systeem waarmee dat ze op die voet bevestigd zijn. Nu, als ik ze zo in trein zet, dus zo en zo zet, kom ik wel, moet ik deze meer achteruit zetten. En dan kom ik wel hier, dat is echt tot waar dat mijn bed komt. 2 meter vanaf daar, 2 meter lengte, we slapen in de lengte. Dus dan moet ik wel iets voorzien dat ik
om te slapen die zetel wat achteruit kan zetten. Maar ik kan pas verder doen met de inrichting een keer dat dat probleem hier in de vloer, hier zie je het nu nog redelijk goed, dat daar rechtgezet is. Hè. Heb je daar je keuken in de deuropening. En dan dat is allemaal bed, met onder het bed allemaal berging. Zo ziet het ook goed. Dan even uit. De berging is onder het bed is deels van die kant bereikbaar, dus via die twee deuren. En dan van de andere kant, van hier, is het moeilijker bereikbaar. Daar moet ik nog een oplossing voor vinden, maar er komen ook nog voor de klerenkastjes hier van boven. Maar dat was het voorlopig.